het is vandaag 24 december. Jee. Laatste video, laatste adventskalender video. Ja. Ja. Maar we streven er eigenlijk naar. Ik kan hem niet beloven. Want ik weet niet hoe ik me hierna voel. En naar de kerstdagen. We willen proberen te kijken of een shoplogweek tussen kerst en oud en nieuw gaan kunnen gaan. Ja. We doen ons best, maar ik beloof het niet. Dus als het niet gebeurt, jammer dan. Dan waren we te moe. Ja, klopt. En dan, komt hij wat later. En dan komt hij in januari. Ja, nou dat is ook... Ze komen sowieso. Ze komen sowieso. Dus. Vandaag dus allerlaatste vakjes. En dat betekent bij sommige kalenders niet alleen 24. Sommige kalenders hebben ook 25 vakjes. Zoals Meet My Brand en The Body Shop. Ja. Dus, nou. Zullen we met één vakje van Meet My Brand eerst beginnen? Ja. Eerst deze? Ja. 24. Is het erin? Zal ik hem doen? Ja. Is dit het? Ja, dat is het. Oké. Okay. Het is een... ik denk weer een bom. Wel leuk, sterretjes, maar er zit niks in, hè? Nee. Oké. Give your skin the gift of glow in Christmas time. Kunnen nergens meer terecht op dit moment. Nee. Kijk hoor, dit is our gift for you. A skin analysis and advice from our specialist with a value of 50 euro. Really? 50 euro. In Den Haag. Oh. Dus het is voor een soort schoonheidssalon, denk ik. Essential aesthetics, denk ik. Ja. En het is een cadeaubon voor 50 euro. Oh. Speciaal voor een skinanalyse en advies. Jij? Nee. Goed. Degene die bij Den Haag in de buurt wonen, weet ik wel iemand. En die mag van mij heen. Maar het Den Haag is voor ons 3 uur rijden. Dus dat is echt gewoon... Sorry, dit vond ik echt geen leuk cadeautje als dit de laatste was geweest. Nou. Als dit de laatste was geweest? Nee. Ik wou aan het einde van alle video's vertellen wat ik van alle kalenders vond. Ik denk dat het wel duidelijk is. We vinden ze allemaal leuk, alleen de achterste, die vinden we... Er zitten wel leuke dingen in, maar qua geld vinden we het niet waard. Nee, absoluut. En verder zeg ik er ook niks meer over. Nee. De Body Shop. Die is ook 2 vakjes. De Body Shop. 24, pak ik alvast uit. En 25 hadden ze toch ook? Hier. Alsjeblieft. Oké. Volunteer to help your local soup kitchen prepare for Christmas Day. Wat? Oh, ja. Dus je moet... een keer helpen met dakloze opvang op kerstdag. Ja. Nou, wij doen het anders. Wij doen het zingend. Ja, wij doen het zingend. Ik doe gelijk die andere. If you have a neighbor spending today alone, wish them happy Christmas. Nou, dat zouden we niet eens doen. We zouden hem ook uitnodigen. Nou, dus. This one I like. Oeh, wat is dat? Oh, zo'n body yoghurt. British Rose body yoghurt. Nou, zie. Het ziet er ook zo mooi uit. Ik tikte veel te hard. Je zag de camera trillen. Hij pakt hem ook niet. Sorry, alweer. Hallo. Okay. Ja, maar kijk maar eens bovenop. Oeh. Ja. Nou, dan kijk ik wat ik heb. Dat is de laatste, jongens. Oh, hij ruikt lekker. Ja? Oh ja, inderdaad. Dat is de laatste. Oh. En hier zit in... Nou, ik leg het ook naar daar neer. Een doosje. The Body Shop Drops of Youth. Nou. Vegan, 99% ingredients of natural origin formula. Youth Concentrate. Dus jonge concentratie. Ik denk dat dit speciaal voor jonge gezichtsconcentraat voor jeugdige ogende huid. Elke ochtend en avond gebruiken. Een soort serum, denk ik. Voor... Ik denk dat dit ook geen goedkope was. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Oh, dat ziet er altijd zo mooi apotheekachtig uit, hè? I love it. Ja, heel mooi. Echt wel groen. Leuk voor het laatste pakje ook. Ja. Want dit is volgens mij niet het koopje wat erin zit. Nee. Ik pak de laatste ASOS. Nou, kudos. Want ik weet het al. You know? Hier heb ik hem op uitgekozen. Nou. Het is namelijk een... Oh, er is ook nog een nieuw doosje. Het is namelijk een NARS Mini Laguna Bronzer. Wauw. En die was voor mij net op en ik heb de verkeerde besteld. Dus, oh god, laat dit de goede zijn. I hope. Ja. Ja? Oh, ja. Oh, wauw. Maar ik gebruik NARS Bronzer elke dag. Dat zit nu ook gewoon overal. Overal. Van. Hoe leuk is dit als einde van de kalender? Want een NARS Bronzer, een gewone, kost 38 euro. Dus de mini zou ongeveer... Rond 24 euro zit er wel, ja. Nou. Dus heel gaaf. Heel nice. Voor de laatste sowieso. Ja. Nice, NARS. Nice. Laatste van NYX. Oh. Ja? Zal ik nou een hele vak open? Nee, zo'n lange. Oh. Nou, sloop maar. Ja, sloop maar. Deze gaat gewoon straks in de prullenbak. Even kijken hoor. Pore filler. A primer base.
Nou. Is nou leeg? Ja. Het is een... Oh, maar dit is heel handig. Dit is gewoon een basis, een primer voor je gezicht, voor de make-up. Yes, dus dit is useful. Zit er naast oogschaduws en lipstick, staat er ook wel handige dingetjes. Ja, poeder. Gewoon heel veel dingen die je kan gebruiken. Ja, voor je wenkbrauwen en... nog meer ook voor je lipverzorging en zo. Ja. Ja, ik vond de NYX kalender echt heel erg leuk. Dus ik ja, ook. Goed verschillend. Hele goede dingen. Al die glitter oogschaduws, die vond ik het mooist. Ja, ik ook. En wat vond jij het mooist? Ik vond de nude colors. Al die nude lipstick. Ja, al die nude. Oh, wat vond ik het leukste van de Body Shop? Banana shampoo en crème spoeling. Wat vond jij het leukste van de Body Shop? De berry. Ja, die vind ik ook heel fijn. Ja, die vond ik. En het leukste uit de Meet My Brand kalender vond ik de... hoe heet dat spul? Ik heb het hier nog staan. De sparkles voor in je drankje vond ik eigenlijk wel heel erg leuk. Ik origineel. Vond kussensloop. Ja, die mag je ook hebben. En hadden we nog eentje? Die van jou? Nee, oh, we gaan deze nou openmaken. Ja, die gaan we nu doen. Ja, ik vond ze allemaal heel leuk, want ik vind het een beetje lastig om te kiezen hier. Oh, we hebben de laatste nog niet gehad van Meet My Brand. Oh, nou zullen we die dan eerst nog gaan doen? Ja. De laatste van Meet My Brand is... Oh, het zijn maskers. En is het weer van hetzelfde merk? Nee toch? Nee. Maar volgens mij zijn dit niet heet. Het zijn geen hele dure maskers, maar hey, ik vind ze wel fijn. Want het zijn sheet maskers van Yeju Edit. Nee, Okay. Dat is echt van het Koreaanse. Ja. Nou, ik vind ze wel leuk. Het is wel leuk. Deze vind ik leuk. Ja. Oké, die van jou. Die van mij. Die heeft wel 24 vakjes, hè? Ik geloof het wel. Oh, ik heb hem al zelfs. Oh. Dat is de laatste. Ja? Ja. Oké. Ik ben heel benieuwd voor de laatste. Maar ja, bij jou zijn ze eruit gekukeld en heb ik opnieuw moeten indoen. Short Circuit. Short Circuit? God. Mijn Engels laatste. Short Circuit. Circuit. Ja. Circuit. Nou, zeg maar gewoon circuit. Dus circuit. Het is Frans. Ja, en hier staat... Miles Morales. Miles Morales. Geen idee. Dat is de nieuwe en die vind ik dus heel leuk. Okay. Dus, Nou, zullen we de laatste doen? Ja, de laatste. Even huilen. Je mag wel even diep adem. Ik heb wel naast te denken, want die van Meet My Brand is natuurlijk qua vormgeving fantastisch. Ja. Dat we misschien een lente- of zomereditie doen, maar daar hebben we maar één kalender. Ja, nou dat maakt niet zoveel uit. Dan hebben we gewoon één video. Elke ochtend een video van ja, dat kan ook. 1 minuut of zo. Maar dan moeten we hem om en om zelf gaan vullen. Doe ik pakje 1, doe jij 2, ja. Ik doe oneven nummers, jij de even of zo. Ja. En dan weten we van elkaar niet wat te krijgen. Nou. Daar gaan we nog even over nadenken. Ja, vind ik ook. We gaan nu naar de laatste. Waar zit die? Hieronder. I know. Dit moeten dan wel, want ik weet natuurlijk een beetje wat erin zat. Want dit ding was natuurlijk 100 euro, dus die ga je niet zomaar kopen. Terwijl er misschien wel iets in zit waarvan je denkt, nee. Dit moeten wel de zoveel vaccinelichtjes zijn. Want je hebt overal losse vaccinelichtjes, maar er moest ook ergens een hele pak vaccinelichtjes zijn. Dus het vakje is ook, trekken we ze uit elkaar aan de voorkant. Kijk, dan kan iedereen hem ook zien. Je moet hem even van die kant aan de zijkant uitklappen. Oh, wat. Uitklappen, ja. Zo. Is echt heel groot. Ja, en hij zit allemaal vakjes gewoon van alle kanten. En deze loopt hier over beide kanten heen. Dus, eens kijken of ik hem open kan maken. Hierachter nog allerlei doosjes en zo. Ja, oh, het zit nog echt zo ook. Oh, wauw. Oh, kijk dan. Oh, leuk. Oh, ik vind het zo leuk. Oh, die van Christmas Eve. Oh, wat een leuke. En ik heb die van de foto's heb ik al opgebrand. Toen dacht ik... Ik wil hem niet opbranden, dan heb ik op Christmas Eve, op kerstavond die geur niet meer. De konies ook, van kerstavond hebben we... Een heel doosje met vaccinelichtjes. 12. 12? Ik denk het wel. 12 zitten erin. Kijk dan. Met de kerstman, Christmas Eve. Oh, die is nice. Echt zo leuk. Ik ben zo blij met deze kalender. Ja? Dat we deze hebben gedaan. Dat vind ik echt een kanje. Dus nou, echt een... I love it. Nou, dit is dan misschien wel mijn favoriet uit de Yankee Candle. Maar ik vond ook natuurlijk het leuk dat de mini potjes erbij in zaten. Ja. En ik vond het leuk dat er zo'n knipper en zo'n dover in zat. Ja, ik vond ook heel veel daarvan leuk. Maar er zat eentje in en die vond ik heel lekker. Dat was een kleintje. Dat heb ik denk ik al opgemaakt. Ik weet dat die daarin zit. Onderin? Ik denk het wel. Deze wil je. Dat is die als... Oh, is dat Christmas Eve? Of de andere... Deze vond nee, dat was deze. Misschien dat was deze. Die vond ik heel lekker. Nou, volgens mij is het Christmas Eve.
Afijn, we vonden alles heel erg leuk. Ik vond alles heel leuk. Nou, we willen in ieder geval de Body Shop en Meet My Brand bedanken. Zodat we extra kalenders hadden. Dat was echt super leuk dat we dat mochten doen. En ik wil mezelf bedanken. En Gideon qua bankrekening. Voor de ASOS kalender. Ja. Voor de kalender van Indie, van Marvel. Voor de NYX kalender. En de Yankee Candle kalender. Dus, basically bijna alle kalenders. Ja, laat even weten hieronder wat jullie van vonden de afgelopen 24 dagen. We hebben ons best gedaan. Het was ook weer veel werk. Ja, klopt. Ik ben er ook helemaal klaar mee. Ja. Ja, weet je waar ik mee klaar ben? Dat je klaarmaakt voor zo'n video. En dat je dan daarna stopt. Dan kun je weer de hele make-up eraf halen die je net 3 minuten ervoor hebt opgedaan. Ja, het is dat. Ja. Nou. We vonden dat superleuk. We hebben hier een tafeltje voor ons staan met alles wat erin zat. Maar we hebben ook gezegd, dat laten we dit jaar niet zien. Want anders kijken sommige mensen alleen de laatste video. Ja. Klopt, dus kijk alsjeblieft, als je nog niet alles hebt gezien, kijk alles terugkijken. Eventjes alles terug. Ja, dat is een hele map. Het adventskalender is 2020. Dus, sommigen zaten die voor 2019 dan weer terug te bekijken. God. Maar vergeet ook niet onze weekvlog die we gisteravond online hebben gezet, als jullie nog niet hebben gezien. En zo heb je misschien wel wat te doen als je niks doet op kerstavond, ik weet het niet. Ja. En we wensen jullie allemaal fijne feestdagen en... zien jullie nog weer voor gelukkig nieuwjaar? Ik weet het niet. Maakt niet uit. We plaatsen het dan wel. Ja. Fijne feestdagen. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje natuurlijk omhoog. Klik op de abonneerknop hier. En op de vlog van gisteren hier. En druk nog even op het belletje. Ja, dat was het, hè? Ja, dat was het. Dat was het? Ja. Kun je hem afsluiten? Kan ik hem afsluiten? Ja. Doei allemaal. Mwah!